Wow. Frank Ernst Evenblij. Een lekker actueel gevalletje toch? En het was wel... Schijt er aan toe, dan tenminste een persona! Maar hij klonk toch wel lekker. Zeg, ik denk, heeft Jan Slachter jou een contract aangeboden? Want jij zat gisteren bij Tijd voor Max. Tijd voor Max. Nou ja, jij bent inmiddels ook eind 40, begin 50. Jan Slachter dacht, Erik Dijkstra, misschien een programma als Droomhuis gezocht. Jan Slachter mag mij altijd bellen. Hey, de Giro komt eraan, want ja. We moeten het natuurlijk even over sport hebben. In België zijn ze op dit moment eigenlijk de handen uit de mouwen aan te steken. De televisie alvast aan te zetten. De blikken pils worden in de koelkast gezet. Want Remco Evenepoel komt weer terug. Ja, nou ik ga je wat vertellen. Ik denk gewoon dat hij de Giro gaat winnen. Dat denk jij? Dat denk ik echt, ja. Serieus? Die gast die is echt serieus. Koud, opgeknapt, gerevalideerd. Ja, ik denk dat hij de Giro kan winnen. Nou, ik denk dat jij in België nu, als jij nu meedoet met de verkiezingen, dan ben jij zo, hoe heet die burgemeester van Antwerpen voorbij? Bart de Wever. Ik denk het echt namelijk. Ik denk het echt. Kijk, Remco? ik vind Yates heel goed. Bernal, daar twijfel ik echt aan over die rug. Ja. Maar Evenepoel is toch, die komt van heel ver. Die ploeg is sterk. Ze hebben die Almeida, die is wel goed, maar net niet goed genoeg. Ja. Ik geloof gewoon in die Evenepoel. Nou ja, het zou mooi zijn, ik gun het de Belgen van harte. Ik bedoel, wij hebben Mathieu van der Poel. Kijk, hij heeft maar één probleem, Evenepoel. Hij heeft één probleem. Ja. Hij kan niet sturen. Nou ja, hij is vorige keer gevijnd. En toen was dat nogal verdacht. Dat was wel zijn eigen schuld. Dat iemand zoiets uit zijn zak. Weet je dat nog? Wat daar is gebeurd? Dat komt nog wel een keer in andere tijden. Oh nee, want andere tijden houdt op met bestaan. Ja. Jammer genoeg. Of blijft andere tijden sport wel? Ik hoop dat andere tijden sport wel. Andere tijden verdwijnt nu ook. Prachtig programma. Alles van waarde moet maar kapot. En dat moet allemaal worden ingeruimd in nieuwe kutprogramma's. Zoals chocolade. Oké, prima. We gaan chocolade. Tikke Maan. Jan Dino's bezorgservice. Ja, allemaal verschrikkelijk. Dylan Groenewegen. Altijd een favoriete coureur van ons, maar Fabio Jacobsen ook. Ja. Die hebben elkaar ontmoet, tenminste, dat wil het verhaal. Ja, ze hebben elkaar ontmoet. Ze hebben elkaar ontmoet, hè? Ja. Doen ze het even aan. Wat ik heb gelezen, wat Fabio Jacobsen vertelt over die ontmoeting, is. Jij bent even Fabio Jacobsen en ik ben Dylan Groenewegen. Oké. En we zien elkaar voor het eerst nadat jij een heel heftig ongeluk hebt. Oké, ik zit klaar. Ja. Hoi. Hallo. Heb je al koffie? Koffie, dit, dat en alles. Heb je al koffie? Wil je anders voor mij even eentje halen? Zou je niet sorry zeggen of zo? Hey, ik ga er weer vandoor. Jij denkt dat het zo gegaan is. Dat stond toch ongeveer in dat ding. Nou ja, hij heeft geen sorry gezegd. Groenewegen zegt, we hebben een goed gesprek gehad en we kunnen door. Streep eronder en door. Nou, streep eronder, maar wel, we kunnen weer... Nou ja, maar waarom is die lezing van Fabio Jacobsen dan zo anders? Ja, dat weet ik ook niet. Ik hoop wel dat het opgelost wordt. Want maar ik wie geloof je nou dan? Nou, ik ben geneigd te zeggen dat Fabio Jacobsen je niet overliegt. Dus dan heeft Dylan Groenewegen geen sorry gezegd? Nee, dat zeg ik niet. Dat weet ik niet. Ik was er niet bij. Maar ik vind het wel moeilijk. Fucking hell, wat een gedoe allemaal. En dan krijgen we ook nog een Max in Barcelona. Bottas is kwaad omdat ze roepen dat Russell misschien wel in dat Mercedes doet. Het is allemaal ruzie. Nee, Bottas die kan er ook geen reet van. Nee. Als wij in die Mercedes gaan zitten, dan worden wij ook... Met z'n tweeën. Hij wordt ook derde. Nou, dat kunnen wij ook nog wel. Het gaat erom dat hij moet Max in de weg rijden. Ja, nou ja, goed. Weet je wie ik goed vind dit jaar? Nou? Hamilton. Wat zit je nou te lachen? Ja, die vindt dit jaar ook heel goed. Ja, maar die vind ik echt goed dit jaar. Die auto is echt minder goed dan andere jaren. Hij staat gewoon ook respect voor die Hamilton. Klopt. Waarvan we al die jaren ook hebben gedacht. Van ja, maar dan kan Frank Eerst blij nog wereldkampioen worden. Ja, dat is waar. Ja, die is ook heel goed. Wat moet Willem II eigenlijk tegen? PSV. Petrovic. En die kunnen nog wat... Petrovic ligt nog in het ziekenhuis. Hernia. Godverdomme, pijn in zijn nek. Ja, dat is allemaal kut. Pijn in de nek? Ja, pijn in mijn nek. Goed, we gaan het allemaal zien. Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Volgende week weer.